Dit is mijn kleine broertje George. Dit is mama Big. En dit is papa Big. Peppa Big. Mevrouw Konijn wordt gered. Vandaag gaat Peppa naar de bibliotheek. Mevrouw Konijn is het hoofd van de bibliotheek. Hallo, Peppa en George. Hallo, mevrouw Konijn. Iedereen praat zachtjes in de bibliotheek, zodat de boeken in alle rust en stilte gelezen kunnen worden. Daar is meneer Stier. Hij komt het dak van de bibliotheek repareren. Sorry, mevrouw Konijn. Ik repareer alleen even het dak. Kunt u dat dan alsjeblieft wat stiller doen? Dit is een bibliotheek. Oké. De telefoon voor noodgevallen. Hallo, met de reddingsdienst. Mevrouw Konijn? Sibbe Schildpad is weer in een boom geklommen en durft niet naar beneden. Ik kom er direct aan. Ben zo terug. Zorg dat iedereen stil is terwijl ik weg ben. Oké. Oh, wat fijn dat u gekomen bent. Sibbe zit te hoog en ik kan er niet bij. Heb ik hier een helikopter voor nodig? Of een vliegtuig misschien? Of een... Oh, een ladder! Nou, wat een geluk zeg, dat hier toevallig net een ladder staat. Zo, klaar is Kees. Weer zo goed als nieuw. Maak plaats voor de ladder. Iedereen aan de kant graag. En hebbes. Mevrouw Konijn heeft Sibbe Schildpad gered. Sibbe, ondeugende jongen die je bent. Dank u wel, mevrouw Konijn. Ach, ik doe gewoon mijn werk. Oh, hallo, hier spreekt de reddingsdienst. Ik kan niet van het dak af. Mijn ladder is ineens in rook opgegaan. Oh, wat vreemd zeg. Maakt u zich geen zorgen, ik ben onderweg. Dank u wel. Oh, waar zouden we toch zijn zonder mevrouw Konijn? Hou vol, meneer Stier. Ik kom naar boven. Dank u wel, mevrouw Konijn. Ik doe gewoon mijn werk. Mevrouw Konijn heeft meneer Stier gered. Wacht eens, dit is mijn ladder. Ja, heeft u even geluk. Ik heb hem gevonden. Ja, dat is inderdaad een gelukkie. Dag, tot ziens maar weer. Oh, maar hoe kom ik nou naar beneden? In de bibliotheek leest papa Big zachtjes een verhaaltje voor aan Peppa en George. Er leefde eens in een land hier ver vandaan een rood aapje dat... Oh, de telefoon voor noodgevallen. Hallo, met de reddingsdienst. Ik zit niet achter mijn bureau, maar laat een boodschap achter na de piep. Hallo, hallo, ik ben het, mevrouw Konijn. Hallo, u spreekt met papa Big. Wilt u me alstublieft redden? Ik zit op het dak van de bibliotheek. Hoe moeten we u van het dak afhalen, mevrouw Konijn? Heeft u een helikopter of een vliegtuig misschien? Nee. Of een ladder? Nee, wat moeten we nou doen? Ik durf het bijna niet te zeggen, papa Big, maar we moeten hulp vragen aan mijn vader. Hallo, u spreekt met opie Konijn. Hallo, pap. Ik ben bij de bibliotheek. Ik moet gered worden. Wat? En neem ook een ladder mee. Een ladder, zeg je? Maak je geen zorgen. Ik ben al onderweg. Opie Konijn gaat een brandweerwagen gebruiken om mevrouw Konijn te redden. Brandweerwagens hebben een ladder. Aan de kant! De brandweerwagen moet erdoor! U kunt hier niet zomaar naar binnen rijden met een brandweerwagen. Sst! Zachtjes praten alstublieft. Dit is een bibliotheek, ja? Sorry. Goed. En waar is mevrouw Konijn? Boven op het dak. Ah, natuurlijk. Daarom wilden ze dat ik een ladder zou meebrengen. Hou vol! Ik kom naar boven toe. De hemel zij dank. Ik ben gered. Kijk, mevrouw Konijn is gered. Hoera! Dank je wel dat je me gered hebt, pa. Ach, ik doe gewoon mijn werk. Mevrouw Konijn en opie Konijn zijn goed in redden. Alle konijnen zijn goed in redden.